Daar zijn we weer. Top dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik heb een tijdje niet gevlogd omdat we eigenlijk 3 rustige weken hier op de kazerne in Rukla hebben gehad. Maar nu gaan we weer aan het werk. We gaan naar Pajustus. Dat is een oevergebied hier op 1,5 uur rijden. We gaan een actie draaien samen met de Duitsers. Het gaat een soort relatieschema worden. Ene keer zijn wij de oevervijand, andere keer zijn wij de aanvallende ploeg. Dus we gaan nu even spulletjes pakken. En dan gaan we zo meteen in de bus stappen en dan gaan we die kant op. Ik heb in mijn woodland natuurlijk gewoon normale spulletjes zitten. Sportschoenen, slaapzakje, slippertjes, dat soort dingen, telefoon opladen. Pak je noedels voor noodgevallen. Pannepie gaat erin. Zo. Pleut krijg je. Doe ik allemaal in één woodland. We gaan niet zo heel lang weg. Kaarten wat oevergebied. Zo handig als eerste pier. Toilettasje. Zo, gaan we de wapens pakken uit de wapenkamer. Dan gaan we de bus in. Dan gaan we die kant op. We zijn net aangekomen hier in het oevergebied Pajustus. Ik zal even de kamer laten zien. Het is een beetje afstands, een beetje gedateerd. En we liggen hier met een man of 15 vanavond te slapen. Het is een beetje krap allemaal. Nou, dit is mijn bedje de komende dagen. Kwaliteitsmatrasje. Klein beetje stoffig, maar we doen het ermee. Nou, we hebben net even lekker wat gegeten. Na het eten hebben we de opdracht gekregen van de luitenant om een maquette te maken van het oevergebied voor morgen. Waar we samen met de Duitsers dus gaan optreden. We zijn met een groepje achter het gebouw even een maquette gaan maken. En kom maar mee, laat ik het zien. Ik heb even de kaart erbij gepakt van het oevergebied. Eigenlijk dit kaart vierkant is waar we morgen gaan optreden. En we moeten deze weg die aan dit vliegveld aansluit, die moeten we gaan maken in de maquette. Kan je nu zien. Nou, we zijn aangekomen op het verzamelpunt. Van de 4 gaan we de actie opstarten. Iedereen is helemaal gereed voor het gevecht. We gaan zo beginnen. We moeten alleen nog heel even uitwachten. We staan bij een vliegveld of een landingsbaan dat daadwerkelijk in gebruik is. Dus we moeten zo meteen nog even wat vliegtuigen de lucht in. En daarna gaan we voorwaarts. Ja, hoor je. Kijk eens. Hey, Joe.